Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag weer na een hele lange tijd verder met Uncharted en ik moet helemaal gaan inkomen en dat is niet goed. Maar ja, we waren op deze regende missie. Vol met vuurs en fox. Kak, manneke loopt dus door. Eén. Dat moet pijn doen. Inderdaad, dat moet pijn doen. Kansloos. Vang granaat! Hij heeft hem soort van gevangen, mooi. En dan... Daar zit iemand en... Daar... Oeh! Oh, wat? Blijf staan, blijf staan! God, non nu, die was mis. Oké, hier ergens lag mijn machinegeweer, mooi. Dan pakken we die gelijk mee en nemen we wat ammo mee. Oh, shit! We kunnen wel mooi alle knopjes, dat scheelt. Soort van. Hé, hey, daar staat een meneertje. Oh, wat! Geus gaat lekker! God, hij gaat... Zo, mooi, hij is dood. Oké, check. Dan zat daar nog iemand. Oh, die was net mij te snel af. Oh nee, reload, reload, reload! Motherfucker! Oh yeah, yeah boy, get owned! Oh, ik heb geen ammo van jou. Jongens, we hebben het gewoon in één keer flawless! Soort van flawless dan. Oh, dit bevalt mij niet. Oh man, wat een dikke heks van mij. Reload. Check. Oh, lekker. Helemaal niet. Daar zitten jullie. Ik zit hier gewoon een beetje te derpen. Inderdaad, hij is hier. Oh nee, 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 nee. Dat hebben we even niet, hè. Zo, dekking. Sweet! Oh, wat? Bam, 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 bam. Oh, het lijkt net of ik in zo'n slechte actiefilm zit, zo. Oh, hey, je bent dood. Nice. Oké, kom, 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 kom. Jij hebt iets van een... Een spas. Oh man, ik schrok me helemaal kapot, maar het was een stukje... Het was eigenlijk gewoon een stukje... Dinges. Maar doen we dat wel? Ik denk dat wij later wat meer hebben aan een M... Sweet! Pichats! I'm gonna get... de ammo. Nee, ja deze. Hey, heb jij iets? Wat heb jij? Wat heb... Desert Eagle, oelala. Maar wel met 7 kogels, dus dat is een beetje behalen, maar... Het is een Desert Eagle, en... Hebben we hier iets zitten? Nee. Ah. Maar hier wel. Sweet! Oh, oh, wat hebben we hier? Een groot Inca masker. Wat? Please kill me. Kansloos. Let's go. We moeten deze tomb in, toch? Ja. Ja, we moeten de tomb in. Anders staat er niet een groot obvious driehoekje in beeld. Oh, hey. Hey. Ik wist dat je het kon, jongen. Zo, wat nu? Ik weet het niet. Dat probeer ik ondertussen uit te zoeken. Dit is in ieder geval wel de goede plek. En wij niet? Wacht eens even. Het heeft iets te maken met die symbolen. Gewoon draaien, gewoon draaien. Niks aan de hand. Oh, wat? Kunnen we ze ook ondersteboven draaien? Ja, dat kan. Boekje, hè? Het is god nog niet tijd. Jezus. Roman en Navarro hebben alles overhoop gehaald. Wat? Wat? Hier snap ik dus helemaal niks van. Even kijken. We staan in het midden, dus we pakken het boekje. En er staat hier alleen dat de schelp ondersteboven moet. Maar waar is de schelp? Daar is de schelp. Schelp moet dus ondersteboven. Check. Draai naar links. Ja, manneke. Niet zo zeuren. We kunnen dit. Zo. Schelp staat ondersteboven. Check. Slang moet zijwaarts. Slang, kom eens hier. Volgens mij moet jij zo. Kijk, het boekje zegt... Slangetje moet zo, check. Kroontje omhoog. Die staat dus fout. Vuur.
Draaien, draaien, wieden, wieden, waaien. Even kijken, dit is een goede kroontje. Of hebben we twee kroontjes? Nee, twee, zo. Kandelaar. Moet ook zo staan. Ankertje staat goed. Boekje staat zo. Pijltjes. Jeez, pijltjes. Dus pijltjes moeten zo staan en... Hij gaat zo meteen klik. Oh, wat? Shit! Ik had gelijk. Obvious, boekjes, obvious. Oh, ik wou zeggen, gebeurt er nog iets of... Nail dit. Zo te zien zit het weer goed. Oh. Yep. Vangen. Wat denk jij daarvan? Geen idee. Het kan hier doodlopen. Wacht. Het lijkt alsof hier een doorgang is naar... Uh-oh. Oh, shit. Wat is dat, verdomme? Sally, ga naar weg. Huh? Het is een val! Sally, van alles oké? Okay? Sally! Ja, ja, het is goed. Alles zit er nog aan. Ik viel wel om je heet, man. Nou ja... Je kunt beter teruggaan naar de bibliotheek. We zullen naar een andere uitgang moeten zoeken. Fucking Elena. Nou, we kunnen alleen maar vooruit. Ja. Hoofdstuk 16, de schatkamer. Maar alweer dat mijn bewijs is. Je hebt niks aan Elena. Ze verneukt het altijd. Je hebt nooit iets dat je zegt van... Oh, dankjewel Elena. Tof dat je dit hebt gevonden. Nee. La 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 la. Ik heb een camera. What the fuck? Wat is dit voor plek? Een ingewikkelde manier om die klote schat te verbergen. Oeh, ik zag iets glimmends daarboven. Shinies! Yay! Welke kant gaan we? Wee! Ik weet het niet. Wacht eens even. Oh nee, meen je dit? Er staan Romeinse cijfers op de hoek van Drake's kaart. Dit moet ik iets betekenen. Hou alles in de gaten, terwijl jij uitvogelt hoe we aan de overkant komen. Oké, dit is 2. 1, 2. Een vlaggetje. Yay! En zo te zien hebben we weer een klote puzzel. L2. Hè? Wat was dat? Wat? Oh man, compleet verdwaald. Oh hé, hier staat een 3. Oh, wat? We hebben dus niks aan 3, check. Waarom pakt hij zijn boekje niet meer? 3, 4, 5. 5 is hier omhoog, wat? 6. Dit is vast ergens goed voor. 2. Ik mis een. Oh. Drukken. Oh, we hebben een wiel laten lopen. Yay! Puzzelen met Gijs. Dus we hebben nu 2, check. Er is iets aan de hand. Ja, of het wordt onze dood. Hey, heb jij dat gedaan? Er begint van alles te bewegen hier. Dat heb ik gedaan, foutje. Oh nee. Dat vuurding bevalt me nu al niet. En ik ben er nog niet eens, dus. Oké, hier kunnen we dus niet door. Dus we moeten op zoek naar 3. Kak, we moesten op zoek naar 3. Dat wou ik zeggen, maar toen vielen we te pletten. Dus we gaan nu gewoon maar zo even. Oké, dat is 1. Maar als dat 1 is... Wat? Waarom pak je dat ding niet vast? Ah... Oké, daar is dus 1. Check. Maar dan moeten we dus heen, toch? Lijkt mij in ieder geval logisch. Oh, wat? Oké, we slaan gewoon 1 over. Ja, YOLO. Dit is VI. Ik glitch mezelf naar 1. Nee, doe ik niet. Wat? Oké. Kijk in de rugzak. Opties, nee. Waar is zijn boekje heen?
Heel de game heeft hij een irritant boekje waar je niks aan hebt. En nu is het van welk boekje? Ja, ik moet wel naar boven. Kak. Oké, dan zo en dan zo. Oké, wat hebben wij hier? Oh man, brandend ding. Brand de kelk, nee. Wat nou? Ik was er doorheen. Was mis met game. Oh nee. Oh, what the fuck? Waarom glij je uit over zo'n stuk? Klim, 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 klim. Dit hebben we al niet meerdere malen gedaan. Oké. Dus, kelk. Kijk hier. Oh, nail dit. Nee, veel. Abandon mission. Hé, dat is één. Of moeten wij twee en dan gewoon is het een soort parcoursroute wat we aan het lopen zijn. Ik heb geen idee meer wat ik aan het doen ben. Laten we maar gewoon eerst twee gaan doen. En dan gaan we wel naar één of zo. Of zien we wel wat we gaan doen. Van de kelk. Oh shit. Oké, ik moet dus daarop. Gaat redelijk soepel. Check. Sully, hoor je me? Nee, Sully hoort niks. Kloten, niets. Oh man, what the fuck? What actually fuck? Waar moet ik nou weer heen? Ja, hier zie ik serieus weinig hoop in. Want wat als ik erop kom? Wat? Kijk, dit bedoel ik dus. Dit was sowieso mijn dood. Wat? Ik snap er nou echt. Nou, snap er niks van. Tip. Moeten we dus naar boven toe, of wat? Wel tof dat de game automatisch zelf gaat helpen. Zo van, Gijs, je bakt er niks van. Laat ik je even helpen. Kunnen we hier dan omhoog? Nee, tip. L2 tip. L2 tip. Dus. Oh, wacht eens even. Nee, dit is dus niet mogelijk. Jammer. Ik zag. Waarom kan hij alle kettingen wel pakken, behalve die ik nodig heb? L2 tip. Ja, daar heb ik toch niks aan. Hier, kijk. Ik druk op tip. Gaat hij daar naartoe kijken? Oh, thanks. Nu snap ik het tenminste. Nu is alles compleet duidelijk voor mij. Ik heb geen vragen meer. Behalve hoe ik uit deze scheidsituatie kan komen. Dit werkt ook niet. Dus we moeten hier naar beneden. Zover was ik. En dan zit hier de tijd te janken over L2 tip. Ja, dat is daar. Check. Die gaat ook nog helemaal wel redelijk vlekkeloos. Zo van hop, die dom. En dan vastzitten mensen die nu een chart hebben gespeeld van Gijs, oh my god, noob. Toch maakt hij hier een gebaar van dat ik moet springen, maar. Nee. Dit is eens veilig waar ik langs kan. En dan kunnen wij zo hierop. En dan ging het zo van, hey. Wacht eens even. Kunnen wij daar opspringen? Nee. Een doorgang? Nee. Kunnen we dat ding schieten? Nee, dit kan. Nou, het kan wel, maar. Oké, we gaan het gewoon doen. YOLO. Wat de. Ah! Oké, ik heb een idee. Spel laden. Spel laden. Dit is van een flinke tijd terug. Oh nee, opslag. Spel hopelijk kunnen we er naar chapter 16 hoppen.
Dan moeten we die puzzel opnieuw doen. Oh, dat had veel nut. Nou mensen, bedankt voor het kijken van deze falende aflevering. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En morgen zal ik wel weer een nieuw deel uploaden. Doei!